Arda heeft dus niet mijn boek gelezen, tenminste daar ga ik van uit. Maar ik heb wel in het allereerste begin van ons onderzoek een gesprek met haar gehad. En het interessante daarvan was dat ze toen tegen mij zei van... ik heb eigenlijk altijd gedacht dat deze zaak nog wel eens heropend zou worden. Het verwijt was aan ons alleen dat wij dat als familie niet zouden mogen doen. Maar het klinkt nog goed in mijn oren door dat ze zei van... ja, ik heb altijd gedacht dat het heropend zou worden. Heb je een idee waarom ze dat denkt? Want dat is nogal een opmerking. Ik neem aan dat ze dacht dat andere mensen hier reden zouden zien om de zaak te heropenen. Maar ik weet niet wat ze er zelf van dacht. Dat kun je er niet uit afleiden. Dat heb je niet gevraagd. Waarom zij dat dacht? Daar heeft ze niet op geantwoord. Nee. Ik heb op een gegeven moment de boodschap aan hem overgebracht. Wie is hem? Dat is Wim. Dat je broer? Ja, mijn jongste broer, de echtgenoot van mijn schoonzus dus. Ik heb hem op een gegeven moment overgebracht dat wij met ons drieën, dus Ton, Metta en ik, bezig waren om de zaak uit te spitten en ook aan te kondigen dat er een interview in de krant en voor de tv zou komen. Hij liet me toen heel nadrukkelijk weten dat wij ons eigenlijk niet meer druk hoefden te maken. Want hij wist dat de Hoge Raad negatief zou beschikken over het cassatieberoep van de advocaat. Terwijl dat dus officieel niemand nog mocht weten, was hij daarvan in kennis. En ik vond het dus een opmerkelijke zaak. In oktober 2005 adviseert de procureur-generaal de Hoge Raad inderdaad om de zaak inhoudelijk niet te heropenen. Dit advies is door de Hoge Raad overgenomen. Lucia blijft vastzitten. Ik merk dat bij hun echt de motivatie begonnen is toen ze merkte dat bij hun broer in Den Haag en zijn vrouw die in het Juliane Kinderziekenhuis een hoge functie had, eigenlijk al heel veel bekend was vanuit het Openbaar Ministerie, terwijl de zaak nog in alle vertrouwelijkheid werd onderzocht en waren nog geen uitslagen, maar via contacten met het Openbaar Ministerie was er al van alles bekend. En dat heeft hen erg geschokt. Ik denk dat dat het juiste woord is. Ja, toen de zaak speelde, toen was ik zelf ook absoluut niet bij. Dus ik kan dit niet plaatsen, moet ik u eerlijk zeggen. Ik kan ook niet zeggen dat u ongelijk heeft, want ik weet er gewoon op dat punt te weinig van. Het enige wat ik wel wil zeggen, dat dit buitengewoon complexe zaken zijn. Daar mag natuurlijk een verdachte nooit het slachtoffer van worden, dat de zaak complex is. Wij, en daarmee bedoel ik de politie, het Openbaar Ministerie, en dan betrek ik er ook maar even de rechter bij, aan ons is het om de professionaliteit op te brengen, om door die complexiteit heen te kijken, tussen alle verschillende onderzoeksresultaten die op tafel liggen heen te kijken, en om tot een juist oordeel te komen. Er blijkt vanuit het OM al allerlei informatie via doorgepraat te zijn, terwijl de zaak nog in behandeling was, aan medici. En daar was dus een heel circuit van gesprekken en informatie die eigenlijk gewoon binnenshuis had moeten blijven. Ik ken dat niet, mevrouw. Zo ken ik het niet. Zo heb ik het ook niet gelezen in de commissie evaluatie afgesloten strafzaak in hun rapport. Ik heb goede nota genomen van de onderbuikgevoelens waar zij kennis van wat ze hebben opgenomen in hun rapport en waarvan ze kennis hebben genomen. Dat raakte de verdenking, dat raakt niet het daderschap. Uiteindelijk moet de professionaliteit van een officier van justitie en van een rechter in staat stellen om door dat soort onderbuikgevoelens bij de vraag heeft de betrokken het gedaan of niet gedaan, niet te laten leiden. Ja, later bleek die verstrengeling opnieuw toen mijn jongste broer aan ons vertelde dat leden binnen justitie, waarschijnlijk binnen de Hoge Raad, onze activiteiten spuugzat waren. Dat kregen wij te horen en dat het gezeur maar eens op moest houden. Nou, dat was voor mij opnieuw een hele onthullend verhaal. Hoe is het mogelijk dat er zulke directe banden bestaan tussen, nogmaals, een deel van de medici en justitie? Ongeacht of de officier dat nu uitkomt, ja of nee. Want de advocaat niet. Nou, is er één punt waar ik eigenlijk een verbetering zou wensen, en ik begreep niet waarom u dat niet noemde, een simpel punt. Wanneer zo'n iemand van het Openbaar Ministerie dus onwaarheid spreekt op basis waarvan een rechter komt tot een veroordeling van 20 levensjaren, dan zul je dat gewoon kunnen zeggen, want het is toch eigenlijk gewoon diefstal van levensjaren.
Waarom staat niet op diefstal van levensjaren eigenlijk gewoon een persoonlijke verantwoordelijkheid? Waarom worden er dus mensen van het Openbaar Ministerie waarvan je kunt aantonen dat ze dus onwaarheid spreken, waarheid achterhouden enzovoort enzovoort, waarom worden die niet persoonlijk aansprakelijk gesteld voor dit soort diefstal van levensjaren? U moet hier helemaal niet zo'n ingewikkelde constructie maken van diefstal van levensjaren. Waar het om gaat is dat er met enige regelmaat kom je officier van justitie en advocaat-generaal tegen die liegen. Een mooi voorbeeld is de officier van justitie in Schiedam en Parkmoord, die op twee punten, belangrijke punten gelogen heeft, en de advocaat-generaal die in die zaak gelogen heeft. Wat gebeurt er dan met deze twee dames? Dat is niks. De officier van justitie is inmiddels advocaat-generaal hier in Den Haag. En er gebeurt verder helemaal niets met ze. En dan denk je van ja, ik ben niet het type waar je zegt, die mensen moeten onmiddellijk uitflikkeren of wat dan ook. Maar een tijdje in Middelburg of Aruba dienen, dat zou toch wel IJsland. Het minste zijn. Of IJsland. Ja, dat is geen kolonie van ons IJsland.